Hallo allemaal, welkom bij de weekreview van 30 april tot en met zondag 6 mei. Ik gebruik deze week de kaart Zet Mystical Wisdom met tekeningen van Josephine Wall. Ik noem expres de oorspronkelijke persoon niet, want ik weet eigenlijk niet eens wie ze is en ik gebruik altijd alleen maar de afbeeldingen en maak er mijn eigen betekenis van. Kaarten schudden gaat heel snel, ik heb nu al de 3 kaarten. Het is een bijzondere week deze week. We krijgen nu... Wacht even, ik moet hem wel zo doen. Maar we gaan wel eerst even naar de kaarten zelf. Battle of the Blues. Wauw. Ik vind deze altijd best wel een zwaarmoedige kaartje. Aan het eind van het filmpje zie je zo meteen de kaarten weer terugkomen. En ik neem dus 3 kaarten en die gaan dus iets zeggen over deze week. Oh, stop. Nee. Take steps towards positive change. Ja, neem je stappen naar positieve verandering. Maar ik zie heel erg hoe deze keer, ik heb deze kaart al vaker gehad. Maar dit keer wordt heel erg mijn aandacht getrokken naar het zwaard. En het zwaard staat voor het verbreken van de koorden. Voor het verbreken van koorden met bepaalde mensen. Mensen die je steeds naar beneden halen. Naar beneden halen in je energie. Dat als je bij hen bent geweest, dat je je helemaal uitgeput voelt. Kijk, het doorbreken van banden, soms kan je dat. En kun je echt zeggen van, nou die persoon, als ik eigenlijk goed nadenk over wat hij toevoegt aan mijn leven, dan is het eigenlijk niks. Dan doe ik het alleen nog maar uit loyaliteit, omdat we elkaar ooit hebben leren kennen. En ooit was hij geen waardevol voor mij en had het een toegevoegde waarde. Maar nu is het alleen maar van mijn kant geven en ik krijg er niks meer voor terug. Dan kun je soms die mensen gewoon inderdaad gewoon laten en zijn en denken van, nou oké, dankjewel dat je ooit waarde hebt mogen toevoegen aan mij. Dank je wel dat je in die periode voor mij iets hebt kunnen betekenen. En dat ik iets voor jou heb kunnen betekenen. Maar nu voel ik dat ik afstand mag nemen. En vaak denken we dan dat we dat dan ook persoonlijk moeten laten weten. Van joh, alles leuk en aardig, maar ik wil je niet meer zien. Maar het gaat erom dat je energetisch afstand neemt. En als je dat doet, dan zul je zien dat het contact langzaam gewoon verwatert. En dat mag en dat is helemaal oké. Je hoeft er niet expres te gaan naar die persoon toe te gaan. En uitleg, joh, als ik je ontmoet, weet je wel, dan ga je weer in het verklaren. Dat is absoluut niet nodig. Het gaat om dat je voor jezelf de keuze maakt dat je zegt, ik neem afstand van diegene. En ik verdien mensen die mij opbeuren, die mij in de positief zetten, die mijn positieve kanten bekrachtigen. Waar ik me goed bij voel, waar ik me fijn bij voel en die me ook echt zien en waarderen voor wie ik echt werkelijk ben. Nou hoor ik vaak ook mensen zeggen, ja, maar sommige van die mensen die me leegzuigen is familie. En dan denk ik weer, ja, maar wat nou en? Dan is het familie. Het probleem is, mensen denken vaak dat omdat iemand familie is, dat je dan verplicht bent om diegene maar in je leven te laten zijn. Maar dan ga je aan 1 stap voorbij. Namelijk de stap dat jij het gezin en de familie waarin je bent geboren hebt gekozen. Het is niet toeval dat je bent geboren in het gezin waar je vandaan komt. Jij hebt ervoor gekozen en je hebt er als ziel voor gekozen omdat dit gezin, die familie waar je toe je zou gaan behoren dan, jou in staat zou stellen de lessen te gaan leren die jij wilde gaan leren als ziel. En dat je nu dingen zou kunnen doorbreken. En als je wilde dingen doorgaan doorbreken, dan hoort er soms inderdaad opnieuw het doorbreken van de koorden bij, het doorbreken van banden bij. Dus je hebt zeker de mensen die nu leven in deze tijd, een heleboel van ons maken deel uit van dysfunctionele systemen, dysfunctionele families. En dan maak je vanuit zodat je nu eindelijk in dit leven kan zeggen, ik accepteer dit niet meer, ik verdien beter, ik verdien het om een gezond systeem om me heen te hebben. Ik verdien het om een gezonde omgeving om me heen te hebben. Mensen die me opnieuw, mensen die me in mijn kracht zetten. Dus niet alleen mijn vrienden, maar ook de familie die je kiest. En soms zijn mensen die je eigenlijk zomaar hier en daar hebt ontmoet, meer familie voor je. Of gaan ze meer voelen als de familie waar je naar op zoek bent, dan dat de mensen die, zeg maar, biologisch gezien je familie hebt. Dat is iets wat ik door de jaren heen heb gemerkt, dat ik met sommigen een band heb. Die had ik ooit misschien met een van mijn zussen, maar dat is in de loop van de tijd anders geworden. En nu zie ik sommige mensen misschien meer als een zus of misschien als een tante, terwijl ze op papier totaal geen familie van me zijn. Dus durf ook als het familie is, dat loslaten. Het is een conventie die ons is opgelegd. Familie is voor het leven. Nee,
Familie, dat is de omstandigheid, is de basis waarin jij als startpunt voor het leven hebt gekozen. En wat je daarmee voor de rest van je leven doet, dat maakt niet uit. Er zijn ook genoeg families, daar gaan op een gegeven moment, weet je, de familie over het hele land verspreid wonen. En die zien elkaar niet meer, niet omdat ze niet meer om elkaar geven, maar het leven gaat gewoon door en neemt je op. En ondanks dat al die mensen elkaar een goed hart toedragen, met mijn neven, neven, ooms, nichten, tantes. Weet je, het zijn allemaal schatten van mensen. Maar ik zie ze niet meer. En niet omdat ik ze niet waardevol genoeg vind, maar het is zo gewoon gegroeid. Dus als die mensen, die ik toch waardeer en eigenlijk best wel een positieve bijdrage kunnen leveren aan mijn leven. Als ik daar dan niet investeer, waarom zou ik dan investeren in mensen die me alleen maar leegtrekken? En dat is de vraag die jij je mag stellen. Familie is je startpunt. Het is absoluut niet, en dat herhaal ik, het is absoluut niet een gegeven voor je hele leven. Daarom heb je nu zoveel scheidingen. Daarom heb je nu zoveel samengestelde gezinnen. Daarvoor heb je nu dat zoveel interculturele gezinnen, interreligieuze gezinnen. Het mag met elkaar mengen. Familie mag veel breder worden gezien. Het is niet voor niks dat een heleboel bekendere namen zeggen van dat hun klanten voelt als hun familie. Omdat ze daarmee een band hebben. We mogen dat anders gezien en ook jij mag het anders gezien. Dus kijk naar de mensen om je heen. Besluit met wie je verder wil gaan en besluit ook wie weg mag vloeien uit je leven. En maak alleen die keuze. Je hoeft niet drastisch verder in actie te komen. Die is waardevol. Deze mensen wil ik graag blijven. Of dit soort mensen wil ik graag ontmoeten in mijn leven. En dit soort mensen, daar wil ik afstand van nemen. Dat is de keuze die deze week van jou wordt gevraagd. Wat ga je daarmee doen? En laat daarin dus conventies los. De tweede kaart is aal voor wijsheid. Maar ook voor volgen van je intuïtie. Nou, als je dat durft te doen, hè, steeds meer volgen vanuit je hart. En de stemmetjes in je hoofd. Joh, dat kan toch niet? Dat is toch moeilijk? Dat is wel dit, dat, zus, zo. Als je dat loslaat. Toch van, ja, maar ik voel dat ik dit moet doen. Ga ervoor en ga ontdekken wat het je brengt. Het brengt je altijd nieuwe lessen, nieuwe inzichten. Het brengt je altijd meer dan waar je vandaag bent. En daardoor ga je nieuwe dingen doen. Dit is de intuïtie, is bijvoorbeeld de stap die me heeft geleid om nu te komen met mijn voorjaarssummit 2018. En daaruit de titel blijkt al wel dat ik dat van plan ben vaker te gaan doen. In de eerste editie ga ik houden over opruimen, omdat het ook heel dichtbij ligt bij je intuïtie. Je kunt je leven opruimen vanuit verschillende aspecten. Door bezig te gaan met de emotionele kant, door bezig te gaan met de fysieke kant, of door te beginnen met je huis en je omgeving. Of we beginnen met de band met je kind en hey, ook opnieuw je systeem om je heen. En daarin gaan werken en werken, merken dat als de een werkt aan zichzelf, dat het ook doorwerkt voor de ander. Intuïtie volgen, mega belangrijk. En dat brengt je naar nieuwe stukken van jezelf. Het geeft je een ontdekkingstocht, het geeft je vleugels. Je gaat daardoor je eigen weg vinden in het leven. Je gaat echt ontdekken dat je ook jij nog zoveel meer in je hebt dan dat je ooit hebt gedacht. Wauw, en dan komt deze kaart ook terug. En ik ben daar zo geroerd. Angel of Miracles. Open je hart en verwacht wonderen. En waarom ben ik nou geroerd? Omdat ik deze kaart, denk ik, net donderdag of vrijdag voor mezelf heb getrokken. En dat ik me moest openstellen voor wonderen. En ook daarin geldt weer terug dat die summit zo met tot stand is gekomen. Dat inderdaad vier prachtvrouwen op mijn pad zijn gekomen. En die allemaal ja zeiden om mee te werken aan dat onderdeel. En daardoor kunnen we voor anderen weer verschil maken. Door simpel te vragen, investeer een half uurtje tot een uurtje per dag in een week lang. En ga ontdekken hoe jij op meer manieren weer nieuwe kansen voor jezelf kan creëren. Om weer meer ruimte te scheppen voor jezelf. Om meer ruimte te scheppen in je huis. Om meer ruimte te scheppen in je leven. Zo gaaf. En nu komt deze kaart opnieuw terug in deze weekreading. Verwacht wonderen. We mogen echt meer gaan verwachten van het leven, meer gaan verwachten van onszelf. En dat kan je dus alleen maar, je kunt alleen maar meer gaan verwachten, als jij ook daarbij je grenzen durft te gaan stellen. Dus opnieuw komt daar die grenzen, zet een streep onder relaties die jou neerzuigen. Die jou constant naar beneden halen, die jou zoveel kosten. Dat iedere keer als je bij je bent geweest, dat je voelt alsof je werd meegezogen in een achtbaan. En dat je er echt in plaats van juichend uitkomt, echt leeggezogen en kapot uitkomt. Dat je denkt,
Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben alleen maar met die in gesprek geweest. En ik voel me zo leeg. Ik ben zo moe. Ik ben zo op. Of ik voel me zo teneergeslagen en zo... Ga je eigen grenzen afbaken. Ga kijken wat jij jezelf gunt. En dat is dus heel erg afbakenen van jouw grenzen. Wie hoort daarbij? Welke mensen heb jij nodig in je omgeving om je verder te laten groeien? En van wie mag je afscheid nemen? Volg vervolgens meer je intuïtie. En blijf goed voelen welke kansen en mogelijkheden daar voor jou bestaan. En verwacht daarna wonderen, want het universum steunt je en vliegt met je mee. En wil je verder dragen dan waar je vandaag bent? Wie wil dat jij meer uit jezelf gaat halen dan wie je vandaag al bent? Wie wil dat jij groeit en gaat ontdekken wie je nog meer kan zijn? En soms is dat meer liefde, soms is dat meer geluk, soms is dat meer voldoening. Soms ontdekken dat je passie voor iets nog groter kan worden. Of dat jouw bijdrage aan je omgeving door hele simpele manieren veel meer invloed hebben dan dat jij ooit vermogen kunt hebben. Door misschien alleen maar een lift aan te bieden of een keertje op te passen. Of dat je daardoor al verschil maakt en dat dat waardevol is en niet maar iets vanzelfsprekends. Durf jezelf de waarde te gunnen en te geven die je verdient. Daar gaat de komende week over. Dus ik wens jullie enorm veel succes. Mocht je vragen hebben, je weet het, dan kun je me benaderen. En graag tot morgen, want dan heb ik de maandreading voor mij voor jou beschikbaar. Dankjewel en tot ziens!